De Kiwanis Club Paramaribo Central heeft een samenwerking met de Fatima School. Als onderdeel van deze symbiose overhandigt de club elk jaar de zogenaamde motivatiepakketten aan de bestgeslaagden en de leerlingen met de hoogste cijfers. Op 17 augustus 2022 is het de vijfde keer geweest dat de serviceclub de leerlingen van de Fatima School in de bloemetjes heeft gezet. Inderdaad, een van onze leuke projecten. We hebben vandaag onze motivatiepakkettenproject uitgevoerd, waarbij we tassen met inhoud natuurlijk hebben overhandigd aan de beste leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8. Voor de kinderen is het altijd een stimulans en het is heel leuk. Ze kijken er naar uit, vandaar dat we het ook blijven doen. Omdat we vandaag dus van het schoolhoofd hebben begrepen dat er leerlingen zijn, omdat we het doen voor, zoals ik eerder zei, leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8. En we hebben leerlingen vandaag gehad die echt alle drie jaren een tas van ons hebben gehad. Omdat ze elk jaar de beste van hun klas waren. En dat hun motivatie ook was dat ze de beste willen zijn. Omdat ze er naar uitkijken dat de Kiwanis komt eind van het schooljaar. En een tas aan ze overhandigt met inhoud. Ja, ons motto is Surfing the Children of the World. Dus dat zegt het eigenlijk al. Wij doen serviceprojecten meer voor kinderen. We hebben niet zo lang terug hebben we een art en paint project gedaan. Waar we dus naar het correctiecentrum zijn gegaan, jeugdcorrectiecentrum. En daar hebben we met een schilder hadden we meegenomen, Fabien Darandami. En hij heeft eigenlijk met de kinderen daar geschilderd. Met de jongens heeft hij geschilderd. Het thema was hoop. Ze moesten dus uitbeelden wat ze eigenlijk hoop geeft. Dat was ook een van onze projecten dit jaar. We doen ook voorleesmiddagen waar we scholen uitkiezen of naar een bibliotheek gaan. Of kinderen bij elkaar brengen en dan gaan we voorlezen. En nu daar we een beetje coronavrij zijn, ligt het in de bedoeling dat we het komend jaar waarschijnlijk ook ons gezond ontbijtproject weer oppakken. Waarbij we dus eigenlijk een paar kinderen uitnodigen en we leren ze over gezond ontbijten. We hebben een keer poetsie erbij gehad. Dus dat is eigenlijk een beetje wat de Kiwanis doet met de kinderen. Nou, mijn boodschap voor de kinderen dit komend schooljaar en ook alle jaren die erna komen is eigenlijk dat ik zeg, blijf je best doen op school. We leven in een moeilijke tijd waar eigenlijk je verzekerd moet zijn van een toekomst. En de toekomst, dat kan je alleen, je eigen toekomst heb je alleen in je eigen handen. En dat begint eigenlijk al op de basisschool. Vandaar dat de Kiwanis ook aanwezig is op de basisschool. Omdat we die push willen geven van jongs af aan. Dat de kinderen begrijpen dat ze hun best moeten doen. Want doordat je je best doet, ben je verzekerd van een goede toekomst. Kun je je ouders vooral ook helpen wanneer je ouder wordt. En kun je ervoor zorgen dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons mooie Suriname.